Ook dit jaar kun je op Tweakers weer heel veel previews lezen van producten die hier op de CES aangekondigd zijn. Maar dit jaar willen we het ook een klein beetje anders doen. Een beetje uitzoomen en kijken naar de technologietrends die hier te spotten zijn. En dan beginnen we, hoe kan het ook anders, met televisies. Een van de belangrijkste productgroepen hier op CES. En ook dit jaar is er op televisievlak een heleboel te melden. Elke keer zijn er wel televisietrends hier op CES. Een paar jaar terug was de overstap van LCD's naar LED-LCD's. Toen kregen we 3D, toen kregen we 4K. En dit jaar draait het om HDR, High Dynamic Range, en om televisies die meer kleuren weer kunnen geven. En van beide zijn hier overal heel veel demo's te zien. Sim heeft ze bijna allemaal gezien, dus ik zoek hem even op. Nou Sim, is dat? Ja, dat is mooi. Veel pixels. Liever zou ik eigenlijk nog betere pixels zien. High Dynamic Range bijvoorbeeld, want dat is wat je hier heel erg veel hoort. Alle fabrikanten hebben het erover dat het beeld eigenlijk niet groter wordt, niet meer pixels, maar dat we het mooier maken. Maar kun je even kort uitleggen wat HDR bij televisies inhoudt? Ja, met HDR moet je eigenlijk zien als gebruik maken van een groter contrast dat beschikbaar is door nieuwere technieken. Waardoor een groter verschil tussen licht en donker op het beeld mogelijk is. Waarbij de beelden gewoon een stuk realistischer kunnen worden dan ze nu op televisies zijn. Want eigenlijk het beeld dat we nu dus zien is te flat of er mist informatie. Of... Ja, je kan je voorstellen dat als je buiten loopt en de zon die schijnt bijvoorbeeld op een auto, dan zit er zo'n in de glanzende lak, dan zie je echt zo'n hele felle weerkaatsing van de zon. Nou, dat is op dit moment op een televisie gewoon niet goed weer te geven, dat wordt gewoon een witte plek. En dat is eigenlijk helemaal niet helderder dan andere witte delen van het beeld. Met High Dynamic Range kun je zoiets er echt uit laten springen. Dat zorgt voor een echt realistische ervaring van het beeld. We hebben ook een paar demo's hiervan gezien, hè? Maar we hebben LG langs geweest, ja. Sony gezien. LG, Sony. Maakt het veel indruk? Is het echt veel mooier? Ja, dit is echt een groot verschil. Ik zou zeggen dat het eigenlijk een belangrijker verschil is voor het beeld dan het verschil tussen HD en UHD. Echt vanwege dat grote contrast? Als het gaat over realisme, dan voegt dit meer toe dan een scherper beeld wat je bereikt met meer pixels. Oké, nou het is duidelijk dat al die fabrikanten het willen introduceren. Ik heb het ook met meerdere gepraat. Voor mij zijn er meerdere kampen. Je hebt Dolby is ermee bezig, je hebt de UHD Alliance is ermee bezig. Ze zijn nog niet helemaal uit volgens mij. Nee, het is één groot politiek spelletje. En later dit jaar zal er een nieuwe Blu-ray standaard komen. Ook daarvan is aangekondigd dat ze iets met HDR gaan doen. Alleen hoe dat technisch precies in elkaar steekt, daar zijn ze dus nu nog over aan het bakkeleien. En het is dus nog een beetje afwachten wat de nieuwe standaard gaat worden op HDR-gebied. Oké, dat was HDR. Die andere trend die je echt ziet terugkomen, dat zijn quantum dots. En eigenlijk aan verwant dus televisies meer kleuren kunnen weergeven. Ja. Misschien eerst naar die quantum dots kijken. Waarom zijn die nodig? Nou, je moet eerst eventjes realiseren dat onze huidige televisies slechts 35% van de kleuren die we met onze eigen ogen kunnen waarnemen, kunnen weergeven. En daarom is het natuurlijk wel aardig om dat bereik te vergroten. Quantum dots die worden dan gebruikt in de backlight om het licht van die backlight puurder te maken. Dat rood, groen en blauw puurder kunnen worden weergegeven en op die manier is dat kleurenbereik dus te vergroten. Dus meer saturatie krijg je dan in ja, de extreme. Meer verzadigde kleuren. En waar zou je dat aan kunnen zien? Wat voor soort beeldmateriaal? Nou, een belangrijk voorbeeld wat ik altijd geef als het gaat over meer saturatie, dan kun je denken aan fluorescerende hesjes van wegwerkers of bijvoorbeeld de kleuren zoals die door neonlichten worden weergegeven. Nou, HDR en televisie met brede kleurpaletten zijn echt duidelijk wel de trends die je ziet dit jaar. Vind jij dat goede ontwikkelingen? Ja, het is een zeer goede ontwikkeling. Want na 4K hoeven we echt niet nog meer pixels te hebben. Liever hebben we gewoon betere pixels. We staan hier op de stand van Intel. Intel heeft hier op CES dit jaar Broadwell voor notebooks aangekondigd. Nieuwe processorgeneratie. Jelle, jij hebt de meeste van die notebooks al gezien. Klopt. Maar laten we eerst even naar Broadwell zelf teruggaan. Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van zijn voorganger, ten opzichte van Haswell? Het belangrijkste is dat we van 22 naar 14 nanometer zijn gegaan. En daardoor kan je dus dezelfde processor met hetzelfde TDP van 15 watt, kan je hoger klokken. En het energieverbruik ligt lager. En uiteindelijk kan je daar dus eigenlijk ook dunnere laptops mee maken. Voorgaande jaren hebben we gezien, elke keer als Intel met nieuwe CPU uitkwam, dan gingen fabrikanten experimenteren, gekke nieuwe dingen doen met scharnieren, touchscreens. Ja. Zien we dat dit jaar weer?
Nee, dat valt eigenlijk een beetje tegen. Je ziet dezelfde convertibles die er al waren, maar dan met een Broadwell processor in plaats van Hassel. Maar echt nieuwe concepten, dat heb ik niet gezien. Waar ligt dat aan, denk je? Zou het kunnen dat, nou ja, Windows 8 is niet heel erg positief ontvangen, toch de touch interface een beetje kritiek. Klopt. Zouden de fabrikanten daar nu een beetje mee klaar zijn met die gekke constructies? Dat zou kunnen. Ik heb er geen cijfers van. Maar je ziet in ieder geval gewoon dat er niet veel nieuws hier is. En dat het eigenlijk iedere keer op een processor upgrade uitkomt. Als we dan eventjes vooruitblikken, later dit jaar moet Windows 10 uitkomen. Dan gaat de focus juist weer terug naar de desktop. Ja. Zou het kunnen dat dat hele convertible gebeuren nu een beetje over zijn hoogtepunt heen is? Zou kunnen. Ik denk dat convertibles nog wel blijven, maar het zou zomaar kunnen dat er weer meer focus komt op een beetje de standaard laptop vorm, maar dan wel een stuk dunner, want dat is wat Broadwell mogelijk maakt. Misschien weer een beetje aandacht naar de ultrabooks die we een paar jaar geleden geïntroduceerd zagen. Bijvoorbeeld, ja. Nou, jij hebt eigenlijk alle laptops hier wel gezien, we hebben alle grote fabrikanten langs geweest. Ja. Welke heeft op jou nou het meeste indruk hier gemaakt? De interessantste vond ik eigenlijk de Dell XPS 13. En waarom is dat? Wat ze eigenlijk bij Dell hebben gedaan, ze hebben de XPS 13 gepakt. Die hebben ze in een kleinere behuizing gestopt, eigenlijk een 12-inch behuizing. Maar ze hebben hetzelfde 13-inch scherm gehouden en hele dunne bezels gebruikt. En als je dat ziet, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar van onder de indruk raken. Oculus heeft met zijn VR-headset echt wat losgemaakt in de tech-industrie het afgelopen jaar. We praten natuurlijk al jarenlang over virtual reality, we zien het in science fiction films, maar het kwam er maar nooit van. En het lijkt erop dat we nu wel echt ver genoeg zijn om die producten ook echt te gaan bouwen. Hier op CES laten ze een derde prototype zien, Crescent Bay, met echt hele indrukwekkende demo's. Maar wat misschien nog wel interessanter is hier op CES, is dat het nu om meer draait dan alleen die bril. Die bril, die is er, dat weten we nou wel. Er zijn ook andere bedrijven die zo'n bril ontwikkelen. Maar het gaat er nu om, wat kan je nog meer doen met VR? Want we zijn er nog niet. Heb je die bril bijvoorbeeld op, dan zie je je handen niet. Dus er zijn bedrijven die met speciale camera's hier werken, waardoor je in een virtuele wereld ook virtuele handen ziet, waarmee je dan bijvoorbeeld in een game echt aan de slag kan gaan. Als je het over gaming hebt, bijvoorbeeld in een first-person shooter, zou je met een apparaat dat hierachter staat in een 360 graden loopband kunnen staan, waar je echt kan rondrennen, je kan bukken, je kan lopen, je kan crouchen. Zoals je in een game kan doen, waardoor het allemaal veel meeslepender wordt. En ik heb ook gigantische opstellingen gezien voor race simulaties, waar alles mee beweegt en je zo'n ding om hebt, puur om het allemaal meeslepender te maken. 2015 wordt waarschijnlijk niet het jaar dat jij en ik zo'n bril en al die accessoires al thuis hebben liggen. Maar als er één ding duidelijk is hier op CES, is dat 2015 wel het jaar wordt waarin VR echt in de stroomversnelling komt. Ik vind het tegenwoordig hartstikke normaal dat de software op je tablet of je smartphone vloeiend werkt, handige apps heeft, mooi in elkaar zit. En als je naar je smart TV kijkt, is dat eigenlijk een verschil van dag en nacht. Want dat loopt bij veel fabrikanten nog heel erg achter. Het is gewoon niet van hetzelfde niveau. Nou, gelukkig lijken de fabrikanten van televisies dat nu ook door te krijgen. Want hier dit jaar op CES laten bijna alle grote tv-fabrikanten nieuwe software zien. WebOS 2.0, Android TV. Je hebt ook nog Tizen van Samsung, Firefox OS, hier bij Panasonic. Nou, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat die laatste, Firefox OS, tot nu toe het minste indruk heeft gemaakt. Ja, ze konden eigenlijk gewoon helemaal niks laten zien. Het was eigenlijk een soort verheelde PowerPoint-presentatie. Ik kan stellen, de intenties zijn goed en wat ze van plan zijn, gaat er ongetwijfeld mooier uitzien dan hun oude OS. Maar ja, het stelde gewoon nog helemaal niks voor. We hebben nog niks kunnen zien van Firefox. Nee, en ik denk dat is nog even afwachten. En van die vier is WebOS natuurlijk het meest volwassen, want WebOS, vorig jaar is dat de eerste televisies van LG geïntroduceerd. Ze dit jaar met WebOS 2. Op het oog lijkt er helemaal geen bal veranderd. Nee, de veranderingen zijn inderdaad klein. Er is een nieuw snelmenuutje. Ik heb nog wat andere kleine dingetjes gezien. Maar de belangrijkste verandering, dat is wel de snelheid. Want die was tot voor kort gewoon echt dat waardeloos. Dat viel echt tegen. Ja, dat viel echt gewoon tegen. Vorig jaar waren we laaiend enthousiast. Toen we die hadden gezien. Ja, we hadden een demo gezien. En dat was allemaal fantastisch snel, zag er goed uit. Toen we de uiteindelijke productiemodellen zagen, ja, het was de snelheid gewoon waardeloos. En dat hebben ze nu gewoon totaal verbeterd. En nu loopt het gewoon super soepel. En eigenlijk wat het vorig jaar had moeten zijn. Wat ik wel grappig vind, ik was ook nog bij Samsung. Die stapt nu helemaal over op Tizen. Die gooien hun oude software eigenlijk overboord. Ja, en terecht. En
WebOS, dat is eigenlijk een balk onderin met allemaal leuke cards. En toen keek ik naar Tizen en ik zag een balk onderin met allemaal leuke cards. Ja, we hebben heel goed gekeken naar de concurrentie. Dat doen ze wel vaker daar in Korea, dat ze bij de buurman kijken. En wat, het is eigenlijk wel een positief punt, want WebOS was echt gewoon een verfrissende nieuwe interface. En ja, het is eigenlijk alleen maar goed dat ze naar het voorbeeld van LG hebben gekeken. Maar jij hebt beide gespeeld, nog niet gespeeld, demo's gezien van beide. Ja. Wat denk je, dit is een beetje op hetzelfde niveau? We hebben natuurlijk niet alles van Tizen gezien. Nou ja, precies. WebOS 2, dat werkt gewoon en dat is gewoon helemaal klaar. Van Tizen hebben we gewoon heel veel dingen nog niet kunnen bekijken. We hebben nog niet kunnen zien hoe instellingen menu's werken, hoe een EPG werkt. We hebben een aantal dingetjes gezien, maar ook de connectiviteit met internet was er niet. Dus we gaan even afwachten voor het totale plaatje. Ja, de eerste indrukken zijn goed. Het ziet er heel mooi uit. Het loopt snel. Maar het is nog even afwachten hoe het uiteindelijk gaat lopen. Ik moet zeggen wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt. Ik had het eerder dit jaar al gezien bij Google. Android TV, wat eigenlijk ja, het mislukte Google TV moet opvolgen. En dat lijkt voor mij van alle dingen die we gezien hebben toch wel het meeste kansen gaan maken. Helemaal mee eens. Kijk, Google is gewoon een bedrijf wat alleen maar software maakt. En die kunnen dat gewoon goed. Dat hebben ze laten zien met Android. Dat is in no time uitgegroeid tot het meest dominante OS ter wereld ooit. En ja, het zou maar zo kunnen, dus het is weliswaar de tweede poging, dat ze dat met Android TV ook gaat lukken. Voor mij, Sony is nu aan boord, Sharp is aan boord. Ja. Er zijn een paar set-top boxen hier waar het op draait. Ik moet zeggen, wat ik ervan gezien heb, vond ik heel intuïtief. En je hebt natuurlijk de apps die al op Android draaien, en je hebt Netflix en je andere zaken. Software die nu al op Android draait, kun je ze makkelijk overzetten. Maar ook hier, net als bij Tizen, het is ook weer heel erg veel wat, het is nog niet af. Nee, het is nog niet af. We hebben inderdaad nog niet kunnen zien hoe Android TV werkt als je gewoon tv aan het kijken bent. We hebben de EPG niet gezien, we hebben geen instellingen gezien. Misschien boot het wel helemaal niet snel. Dat is een probleem wat we bij heel veel smart tv's hebben gezien. Dat zijn toch dingen die moeten goed lopen en weer er echt blij mee zijn als je het koopt. Maar de eerste indrukken waren in ieder geval erg positief. Dus als jij moet kiezen uit die vier, welke wil jij op je volgende tv hebben staan? Ja, dat mag duidelijk zijn, Android TV. Daar sluit ik me bij aan. CES 2015 zit er weer op. Het was een hele drukke beurs, er is heel erg veel aangekondigd. Sim, wat was voor jou het hoogtepunt? Ja, dat mag duidelijk zijn. Eindelijk 4K OLED met een plat scherm. En voor jou, Jelle? Ja, ondanks dat we geen echt revolutionaire laptops hebben gezien, toch die nieuwe Broadwell processor van Intel. En Sim, waar kijk je naar uit? Wat moeten ze hier volgend jaar laten zien om jou weer helemaal gelukkig te maken? Volgend jaar hebben we waarschijnlijk eindelijk een Blu-ray standaard die 4K ondersteunt en het liefst ook nog met HDR en al die mooie kleuren. En dan heeft het eindelijk nut om zo'n televisie met al die mooie pixeltjes ook te kopen. En voor jou, Jelle? Ja, Sim die heeft allemaal mooie OLED-televisies bekeken en volgend jaar wil ik eigenlijk wel eens een OLED-paneel in een laptop zien. En ik heb hier dit jaar een hele toffe VR-demo gezien van Oculus en volgend jaar mag het voor mij nog veel uitgebreider. Ik wil handschoenen, schoenen, kleding. Ik wil me helemaal kunnen onderdompelen in die VR-wereld. Maar voor nu, dit was CES 2015. Wij gaan onze spullen pakken. Tot volgend jaar.